Hi, Steenbok. Leuk je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is het voor week nummer 43. En dat is van maandag 22 oktober tot en met zondag 28 oktober. En als de kaart is schudt om te kijken wat week 43 in petto heeft, dan heb ik daarbij de volgende kaarten. De Magier. De 10 van Zwaarden. En de 9 van Pentagrammen. Het is een week waarin je eigenlijk dingen naar je hand gaat zetten. En die dingen die je naar de hand gaat zetten, dat pakt voor jou heel goed uit. En dat kunnen voor andere mensen misschien wel eens een beetje anders uitpakken. En ik heb het gevoel dat het uiteindelijk voor jezelf allemaal goed gaat komen. En dat je daar misschien niet zo heel veel rekening houdt met anderen. Maar je kan het op een gegeven moment wel goed uitleggen. Dus het zal je niet heel kwalijk worden genomen. En je doet het ook echt voor je eigen stukje. Omdat je heel goed weet waar je heen wil. En je lijkt gewoon een bepaald doel te hebben waar je zo gelukkig van wordt. En waar je zo blij van wordt. Dat je echt even door wil pakken om dat af te gaan maken. Hè? Maar probeer wel bij de beslissingen die je neemt. Om altijd na te denken van is het iets wat bij mij past. En heb ik ook nagedacht over de resultaten die hiervan gaan komen. Niet alleen voor mij, maar ook voor andere mensen. En dat stukje is denk ik heel erg belangrijk voor jou deze week. Dit was alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.